Ik ga een eigen bedrijf beginnen per 1 maart. En uh, dat bedrijf dat heeft ten doel om uh, nieuwe activiteit naar Noord-Holland te trekken. Uh, vooral op het vlak van recreatie en toerisme. En waarom? Nou, ik denk dat daar uh, een hoop geld uh, te halen is voor de hele provincie. Maar dan moeten we dat wel op een juiste manier doen. Dat moet op een duurzame manier, want daarom zitten we hier allemaal. Duurzaam voor mij betekent dat je gebruik maakt van de dingen die er al liggen, dat je gebruik maakt van de dingen die er al zijn. En we zijn in Noord-Holland Noord al honderden jaren lang aan het inrichten omdat wij het zo handig mogelijk willen doen. En daar ligt een hele structuur die we eigenlijk nauwelijks gebruiken. Daar ligt de boezem van Noord-Holland. De boezem van Noord-Holland is al het water buiten de polders. Alle kanalen, alle ringvaarten, alle meren. Dat is 1350 kilometer vaarweg wat er boven het Noordzeekanaal ligt. Uh, ik ga dat meer ontsluiten. Op dit moment wordt er veel gevaren. Door mensen met bootjes, maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen met een eigen bootje, met een eigen kruisertje. Heel veel mensen willen daar ook op een ontspannen manier zo in kunnen stappen. En dat ga ik hun bieden. Ik bied een soort van kampeerboten. Het zijn open boten van 5 meter lang, 2 meter breed, waar je in één minuut een huifkap omhoog zet. Het is dus echt kamperen op het water. Daarin staan luxe stretches waar je op slaapt. Je hebt kookgelegenheid, je hebt toilet, je hebt alles aan boord. Uh, je hebt een klein motortje met een speciale schroef. Uh, het is een benzinemotortje, maar de manier hoe dat dan werkt is dat het zo zuinig is dat hij uh, ongeveer een derde minder uitstoot heeft als een Toyota Prius. Uh, je kan overal rondvaren en wat het mooie is, waar je ook maar wil, je gooit twee steekstokken in het water en je kan kamperen. Het is de enige manier van wild kamperen die er in Nederland toegestaan is. Dus je kan naar de drukste plekken, je kan naar de allerrustigste plekken, je kan door een sluister kan je de polders in, je kan van alles zien, je kan echt genieten en je kan overal komen. Dus het is heel variërend. Daarnaast wil ik niet alleen mensen uit Nederland hier naartoe trekken, ik wil ook graag extra toeristen deze kant op krijgen. En daar heb je als het ware een nichemarkt voor nodig. En die nichemarkt dat is in dit geval karpervissen. Uh, Karpervissers, er zijn er 300.000 van in Nederland. Uh, de Nederlandse sportvissers geven per jaar ongeveer 1,2 miljard euro uit in Nederland. Daarnaast zitten er aan de overkant van de plas in Engeland zitten er nog 2 miljoen van die karpenvissers. En die hebben ongeveer nou, ik denk 30% van het hoeveelheid water als wat wij in Noord-Holland hebben. Dus die weten niet wat ze zien. Daarnaast gaan die allemaal in Frankrijk zitten op een klein plekje. Daar zitten ze in het bos en ze kunnen geen kant meer op, want ze zitten helemaal klem in de spullen. En met deze boot trek je twee hengels naar binnen... En je vaart een stukje verder en je kan weer ergens anders. En als je denkt, jongens, we gaan vanavond lekker eten, dan varen we naar een leuke horeca die ergens dicht en dan gaan we daar lekker eten. Ik heb daarnaast al een hele samenwerking met een hele groep campings. Dat als je ergens bij zo'n buurt van zo'n camping komt, dan kan je daar van het toiletblok en van de wasgelegenheid gebruik maken. Op die manier kun je de hele wereld rond. En waarom nou die vissers erbij? Want het blijkt dat er genoeg animo is in de zomer uh, om mensen te laten kamperen. Dat lukt wel. Maar die, uh, het seizoen voor de vissers is nog eens een keer. Bij elkaar acht maanden lang. Dus dat is bijna het jaar rond. En daardoor kun je dus heel makkelijk aan genoeg verhuurdagen komen en trek je wat extra mensen deze kant op. Nou, ik hoop dat u het een leuk idee vindt en ik wil u hierbij uitnodigen om straks bij mij aan te komen. En eens met me mee te denken of er nog veel meer mogelijkheden zijn. Want hoe meer mensen ik spreek, hoe meer mensen het willen. Het blijkt dat vogelaars er ook heel veel interesse in hebben. Want je kan daar een beetje in het donker uit het zicht, midden op een plas tussen allemaal watervogels. Als ochtends de zon opgaat, de vogels worden wakker en jij zit er klaar met je camera. Dus als mensen nog meer ideeën hebben wat je met die boten kan, ze kunnen overal naartoe in Noord-Holland. Dus ik nodig je hierbij van harte uit.